kan ik het woord laten aan de schepenen om een woordje toelichting te geven. De kunstkamer, zoals Theo zegt, het is een kunstvereniging die ik u niet meer dien voor te stellen. Ze zijn al meer dan 50 jaar ons onlosmakelijk verbonden aan onze gemeente. Op deze tentoonstelling, net zoals alle andere jaren, een mooie verzameling aan kunst door de vaste leden die bij mij staan van de kunstkamer. Een kleine impressie. Ik ga u de namen niet noemen, dat kan u allemaal lezen de hoogte van de kunstwerken. Maar we vinden hier bronzen, niet echt hele grote beelden, maar eerder slankere figuren. Landschapsschilderijen die impressies geven van reisherinneringen. Tijdloze, realistische schilderijen, met welke ons nostalgisch doen herinneren aan de onvergetelijke kunst van vroeger. Werken die de menselijke figuur mooi tot uiting brengen. Ook kunstwerken die een boeiende wisselwerking brengen tussen snelschets, schilderij en een digitale werk. We aanschouwen eveneens sculpturen vervaardigd uit verschillende materialen zoals hout en metaal. Kunstwerken die ons de veelzijdigheid van de natuur laten aanschouwen. Werken die de kunstzinnigheid weergeven van indrukken die ons omgeven. Olieverfschilderijen, fotografische werken. Kortom, een tentoonstelling waar zeker geen gebrek is aan diversiteit. Helien de Beukelaar is gespecialiseerd in grafiek en illustratie. En ze haalt haar inspiratie uit de natuur, de fantasiewereld en het occulte. Proficiat en welkom hier als kunstenares. En nog een gastkunstenares is Matti Pirijne dus, gespecialiseerd in keramiek. En de inspiratie haalt ze uit het dagelijkse leven. Haar voorwerpen getuigen van een zeer sierlijke vormgeving, tot zelfs in een abstracte vorm totaal toe. In een fijne ontdekkingsreis. Ik dank u. En ik vraag meneer, voor degene, ik zou willen dat de jonge kunstenaars stoppen heel op school. Dan kunnen we een tentoonstelling houden en dan kunnen die ook misschien lid worden. En dan kunnen we de kamer verjongen en waarschijnlijk in twee splitsen om. Met meerder dan is er ja, zo en dit en dat. Maar dat zal ook uitwijzen als ik er genoeg bijeen krijg. Want ik heb al zo de oproep gedaan en dan hebben we er twee geweest, wat die zaken dat precies niet zitten. En die heb ik nooit in de druk gezien. Maar daarmee doe ik nu een oproep aan die jonge mensen waar ik kind waren. Je kunt dat bij mij doen of bij Christel. En dan vraag alleen dat je een degelijke opleiding hebt. Ja, meer vragen niet. En dat mag in totaal welk materiaal zijn, in totaal welke kunstvorm. Als je dat moet kennen in de gemiddelde omgeving, laat het gerust weten. Neem de kaartjes mee van de kamer, dat slaat alles op, die dat je moet verwittigen. En dan doen wij de rest. En bij deze laat ik het, en dan zal ik u nu uitnodigen om bij ons een glaasje te drinken. Ik dank u wel.